Yes, de vragen hangen daar, Wouter. Top. Ben je er klaar voor? Ja. Top, dan gaan we in 3, 2, 1, actie. Hoe meet je het weer en welke materialen heb je daarvoor nodig? Nou, het weer meten kunnen wij met allerlei soorten meters. Je hebt een windmeter, daar meet je de wind mee. Daar kan de windsnelheid zijn, maar dat kunnen ook windstoten zijn. Je hebt een thermometer, nou, daarmee meet je de temperatuur. Je hebt een regenmeter, nou, daarmee kun je de neerslag meten. En een barometer, daarmee meet je bijvoorbeeld de luchtdruk. En zo zijn er nog veel meer soorten meters waar je het weer mee kunt meten. Nou, op internet heb je ook heel veel kaartjes staan. Daar kun je het weer in verschillende plaatsen in Nederland zien. Op dit moment, maar ook wat het weer de afgelopen uren of de afgelopen dagen precies geweest is. Kun je ook het weer meten in andere landen? Wij kunnen zelf wel het weer meten in andere landen, maar alleen als we daar zijn. Ik ben zelf vaak in Duitsland of in Frankrijk, zeker in de zomer als het onweert. En dan heb ik ook een windmeter bijvoorbeeld bij me. En dan kan ik daar meten hoe hard het waait. Nu kunnen wij over heel de wereld vanuit onze werkplek wel zien hoe hard het over de hele wereld waait en hoe warm of hoe koud het overal is. Maar dat komt door weerstations die daar zijn geplaatst en die kunnen wij op internet aflezen. En meestal gaat dat om de 10 minuten, maar wat verder bij Europa vandaan is dat soms om het uur. En zo kunnen wij het weer over de hele wereld bekijken. En dat was hem. Duidelijke uitleg, Wouter. Dankjewel. Goed gedaan. Goed gedaan. Heb jij nou ook een vraag voor een van onze weermannen? Reageer dan onder deze video en wie weet behandelen we jouw vraag wel in de volgende video. En mis geen enkele video door je te abonneren via deze knop.